Hoe was het in Leiden? Is het gezellig? Ja, het is ontzettend mooi. Ik zeg altijd maar, we hadden een Volkswagen nodig, er is een Rolls Royce gekocht. Maar ik heb net moeten slikken dat het leenstelsel blijft, dus dan maar aan het bier, hè? Ja, ik vind het eigenlijk te zot voor woorden. We zijn er. Ja. Ja. Hij staat eraan. Vandaag met Jan-Jaap de Haan, oud-wethouder in Leiden en nog steeds CDA, hè? Ja, absoluut. Waar was je gisteren dan? Ja, ik had iets heel moois. Ja, maar de grote Oeroboeroe komt langs. Ja. En dan gewoon Jan-Jaap de Haan is er niet bij. Nee, droevig, hè? Ja, Sybrand Buma was in Leiden even. Ja. Hij, met hoofdletter. Hij, de Buma. Hij komt. De Buma was er. Ja, we hebben heel veel te bespreken. Het mooie dorp Voorschoten. Het gaat niet zo heel goed. Nee. Nee, er is voor in ieder geval voor de mensen die er wonen wel reden tot klagen. Ja, ik vind het eigenlijk te zot voor woorden. Ja, ik vind het gewoon echt onbegrijpelijk soms. Ik vind het al een beetje heel droef en triest. Zo. Het gaat om 4 miljoen euro dat er extra bezuinigd moet worden. En dat gaan ze via de 50-50 regeling doen. Ja, 50-50-regeling. Ja, 50% bezuinigen, dus gewoon alle subsidies, gewoon woink. En 50% door de belastingen te verhogen. Voorschoten is echt kapot geschrokken. Ik kan me voorstellen, ja. Ik kan me voorstellen. We hebben hier dus de begroting van Voorschoten. En er staat hier, Voorschoten heeft de afgelopen 10 jaar fors geïnvesteerd in nieuwe wegen, scholen, plantsoenen, parken, sportvelden, nieuwe wijken. Daar hebben ze dus te veel geld in uitgegeven. Ja. Er is geïnvesteerd. Ik zeg altijd maar, we hadden een Volkswagen nodig, er is een Rolls Royce gekocht. Aan deze investeringen hangt een prijskaartje. Dat kunnen we wel zeggen. Ja, behoorlijk. 75 miljoen was dat prijskaartje. Te veel uitgegeven, hè? Dus bovenop de normale begroting. Maar wel in 8 jaar tijd of zo. Dat is echt veel geld, want de totale begroting is ruim 50 miljoen. Ja, iets meer dan 50 miljoen. Het bedrag wat te veel is uitgegeven in Voorschoten, als je dat naar Leiden vertaalt, dan zou er iets van 600 miljoen te veel uit zijn gegeven. Ja, dat, echt ja, dat gaat toch opvallen op een dag? Ja. Ja, en ik vrees dat toch de burgerij daar gewoon een groot deel voor gaat bloeden. Het zij door het bezuinigen op allerlei voorzieningen die we hebben. En dan beginnen we. Beëindiging, exploitatie, overeenkomst, sportfondsen. En dat betekent, het zwembad mag weg. Ik vind het ontzettend jammer. Ja? Ik vind het ook niet eerlijk. Het vorige gemeentebestuur gooit alle geld weg. Ja? Met prestigeprojecten. En iets wat noodzakelijk is, wordt wegbezuinigd. Ik vind het gemeen. Maar ik snap dat gevoel heel goed. Mijn jongens hebben zwemles in het Wedde. En die badmeesters en badjuffen, ja, die zijn fantastisch. Ja, maar Buma heeft ook niet geregeld in het regeerakkoord, hè? Kijk maar eens even. Gewoon niks, hè, over Voorschoten het regeerakkoord. Nee. Onbegrijpelijk. Nee, kijk, de Wedde stond er niet in. Nee. Nee, en we hebben ervoor gevochten. Ja, dat is goed om te horen. Hoor je dat, Voorschoten? Maar het is niet zo dat de Wedde helemaal verweest achterblijft. Maar als het echt niet kan, dat we het makkelijker maken dat de buurt het overneemt. En met vrijwilligers gaat werken. Maar hij had dus wel een tip. Ja. Dus hij zei, ja, als er nog een klein beetje subsidie overblijft, dan zie je in sommige dorpen en gemeenschappen dat dan mensen zeggen, we gaan het zelf doen. Ja. Zelf het zwembad schoonmaken, zelf aan de kassen zitten om kaartjes te verkopen. En als je dan nog een beetje subsidie krijgt, dan kan het. Maar als het in Voorschoten nou zou blijven bij dat zwembad, maar dat is dus niet het geval. Er wordt nog veel meer bezuinigd. Hier ook het cultureel centrum moet weg. En wie het ook zelf mogen doen, is Stichting Kinderboerderij. Hallo. Hallo. Ja, de mevrouw van de kinderboerderij. Ja, klopt. Ja. Ja. Nog eventjes, hè? Ja. Ja. Je weet het niet, hè? Ja. In Leiden hebben we een paar jaar geleden... Bambi moet blijven. Bambi moet blijven. Ja. Dus ik zeg Bambi moet blijven, part 2. Ja. Oesgeest. Ja, nou, op het grensvlak daarvan gebeuren soms rare dingen. Ja. Joost. Ja. We hebben weer een pareltje. Ja, er is altijd goed als politici gaan vloggen en filmpjes maken. Mijn naam is Marcus Rollo's, voor de VVD ben ik... Kijk, wie kijkt? Hij kijkt over de camera heen. ...van maart 2018. Ja, je wordt gelijk dat filmpje enorm ingetrokken. We staan hier voor Sporthal de Kuil. Ja, dat zie ik. Ja, dat staat erachter. Maar hij zegt de hele tijd waar die voor staat. We staan hier bij de Klinkenbergenplas. Dit is het landje van Bremmer waar we nu bij staan. We staan hier bij zwembad Poelmeer. Ja, dat is wel een klassieke trouwens verslaggeversfout. Als ik begin met ik sta hier, dat kan iets creatiever. Kijk eens op de kant op. Maar dit vind ik wel symbolisch, hè? Dan draait hij naar Leiden toe en dan krijg je een soort storm in een kleine gemeente. Dat grote stad.
moeten nou even wat tips gaan geven, hè, voor dit soort verkiezingsvlogjes. Ja. Het moet korter. Oefen is gewoon eens een filmpje. Ontspannen voor de camera. Probeer de mensen mee te nemen. Ik hoop dat ze dit blijven doen. Ja, dit is toch hartstikke mooi. Dat ze filmpjes voor ons blijven maken waar wij dan mee aan de haal kunnen. Ja, ja. Als we het regeerakkoord even noemen. Ja. Jullie Sterpstra was een beetje teleurgesteld in de heer Buma. Ja. Natuurlijk voor de afschaffing van het leenstelsel. Belangrijk voor Leidse studenten. Nou, vond ik ook wel een baalpunt hoor. Ja? De Leidse student komt er een beetje bekaaid vanaf. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Julius is natuurlijk een van de grote voorvechters geweest van het afschaffen van het leenstelsel. En dat blijft wel overeind, dat klopt. Ik vind het mooi regeerakkoord, maar dat de basisbeurs niet is teruggekomen, dat was wel een beetje mijn baalpunt. Ja, en ondertussen wordt er in Voorschoten nog meer bezuinigd, want we gaan gewoon door. Wat ze ook gaan doen is stoppen met het onderhoud van de sportvelden. Het lokaal onderwijsbeleid verminderen. De cultuurprijs verdwijnt. De ijsbaan. Onderhoudskosten, de kosten van de gemeente Voorschoten. Ga lekker zelf snoeien. Ja, maar laten we het even samenvatten, Joost. Nou, kijk, dan voel ik me wel een beetje SP'er. Het wordt gewoon een enorme kaalslag in Voorschoten. De hele boel wordt kapot bezuinigd. Niet omdat het nodig is, maar omdat er een paar rechtse partijen in hier het altijd voor het zeggen hebben. En die willen gewoon eigenlijk alles wat de gemeente niet per se hoeft te doen, willen ze kapot bezuinigen. Ja. Zowel sociaal, verenigingsleven, voorzieningen, gewoon allemaal. Ja. Ja. Over de SP gesproken, ja. Die zijn de enigen die nooit in het college hebben gezeten. Zij hebben er een zootje van gemaakt, niet ik. Tot slot, volgende week reces, dus we zijn er niet. Maar heel misschien gaan Joost en ik nog wat stukjes aan elkaar praten van fragmenten die we niet in het vlog hebben gebruikt tot nog toe. Exclusieve beelden. Exclusieve beelden, misschien. Behind the scenes. Ja. Ja, ja. En dan mocht jij doen hier. Vlog, ja, ga maar. Ah, make. Local, hè? Leiden, ja, local. Wou ik zeggen. Ja. Oh, nee, gevoelig, niet doen. Ja. Make local great again. Make local great again. Make local great again. Subsidies. Ja, die vond jij leuk, hè Joost? Ja, ja. Dat vond ik ontzettend leuk. Want er staat namelijk hier de kaasschaaf. Nou, een kaasschaafmethode met bezuinigen is dat je er kleine plakjes van afhaalt. Maar hier hebben ze in voorschot een kaasschaaf van 19%. Dat is gewoon een hakbel. Dat is gewoon 1/5 van je budget. Maar dat is één van de voorstellen, want ze hebben ook nog een ander idee om aan het geld te komen. Ja, en die vind ik echt het meest briljante. En die heet met de pet rond. Dus dan, stel je voor, je krijgt de subsidie van de gemeente Voorschoten. En dan komt dus die wethouder eraan en zegt, wil je gewoon misschien wat geld teruggeven? Want zou je dat willen? Maar, dat vind ik dan heel schattig, als je daaraan meewerkt, kijk eens. Alle subsidieaanvragers die een bijdrage leveren, krijgen een cadeaubon van €500. Dat geld uitgeven zit voor Schoten naar toch wel weer in het bloed. Ja. Ik zou zeggen, nou, ik wil wel €400 subsidie inleveren. En dan krijg je dus een cadeaubon van €500.